Kijk, dit is een compostvak. Daar doe je je groenteafval in en je wormen. Wormen gaan via de gaatjes gaan ze in de aarde. En gaan ze daar poepen en plassen. Dat is dan compost. En als ze erheen kruipen, wordt de aarde ook weer vruchtbaar. Dit is de balkonton, een verticale moestuin op bootjes met een ingebouwd wormencompostvat. En wij zijn Hans en Irene. En wij willen met de balkonton moestuinieren in de stad makkelijker maken. Op de oppervlakte van minder dan 2 stoeptegels kun je eigen afval composteren en 20 kruiden in het plant kweken. Hij is helemaal gemaakt van gerecycled kunststof en van voedselveilig kunststof. En hij is zo ontworpen dat alle onderdelen te hergebruiken of te recyclen zijn. En met de balkonton kunnen we de steden een beetje groener maken, kunnen we de afvalstroom verminderen. En wat ook heel leuk is, we kunnen onze kinderen leren hoe leuk het is om zelf je eigen biologische groenten te kweken, ook in de stad. Dit is peterselie, dat is ook heel erg bekend. Het is gewoon lekker op de barbecue, het is een lekker geurtje. Limoen of citrus, ook heel erg lekker.